Stadsbibliotheek Maastricht en het Tur Historisch Museum Maastricht vieren hun jubilea dit jaar. Stadsbibliotheek 350 jaar en het Natuurhistorisch Museum 100 jaar. Het bestaan van deze instellingen is te danken aan heel veel mensen. Klanten, donateurs, schrijvers, biologen en nog vele anderen. Met plezier stellen wij een aantal van deze mensen aan jullie voor. Vandaag zijn we in het Natuurhistorisch Museum met André Hofman. André is een nazaat van Johannes Hofman, die rond 1780 betrokken was bij de vondst van de oorspronkelijke schedel van de Mosasaurus. André houdt zich al ruim 30 jaar bezig met fossielen. Toeval? Of zou het dan toch in de genen zitten? Nou, de allereerste plaats wil ik het museum van harte feliciteren met het 100 jaar bestaan. Dus dat is een mijlpaal. Het is een hele grote kroon op het werk wat allemaal gedaan wordt hier en het mag wel een felicitatie waard zijn, denk ik. Nou, we staan hier bij een voorstelling. Dat is een plaats waar als gedacht wordt dat de Mosasaurus of Manny uit de groeven gehaald is. Ik denk dat ze dat doen op die palen hier, dat ze daar een soort stallage op gemaakt hebben en zo kunnen die palen weer steeds verder, dat ze toen toch zo de werk hebben uit. En toen is hij geprepareerd geworden. En zoals hij toen is geprepareerd, ligt hij in Parijs in het museum. Hij is in 1999 is hij hier geweest en heeft hier in het museum gelegen. Hij is een maand hier geweest. Nou, toen ben ik dus ook eens komen kijken, uiteraard. Want ik kreeg er ook een uitnodiging voor. Dan ben ik komen kijken. Ja, en als je dan voor dat ding staat, dan zie je, ja, misschien heeft een van mijn voorouders hier aan liggen te peuteren zo. Hè. Dus dat was toch wel een hele aparte gewaarwording weer. Toen werd ik gepensioneerd en toen werd die prognathodon gevonden in de Ensing. Daar heb ik ook van begin tot het einde heb ik daar aan mee uitgeprepareerd. Daar heb ik alles van het eerste begin, toen Rudy Dorfdank zei van hier zit een Mosasaurus. En vanaf dat prille begin, tot als die prognathodon nu in de serre ligt, heb ik daar in het Mosalab en meegewerkt, uitgeprepareerd. En daar heb ik zelf nog een stuk wervel, die ligt daar ook, heb ik zelf helemaal ook uitgeprepareerd. En dan kan je eigenlijk wel voorstellen, wat hebben die mensen toen moeten doen om dit eruit te halen. Wij hadden nog middelen met machines, we konden cement krijgen van de NC daar. Dus dat ging allemaal perfect. Maar zoals deze mensen dat toen de tijd hebben uit moeten halen, ik kan me voorstellen dat dat een heel gewicht is geweest. Want de blok die wij van de prognathodon hebben uit de berg gehaald, die was 6 ton. Dus dat was niet meer zoiets wat je met een paar mensen optilt. Nou, zegt hij, dan ben jij een nazaat van de Hofman. En dat is inderdaad ook zo. En het zit in de vijfde generatie. Ik had zelf ook een grote verzameling. En dan zei ze, als ze dat zo vertelde, van ja, maar dan heb je misschien in de genen nog van je voorvader zitten en zo. En ik zeg, ja, misschien wel.